Je kijkt nog steeds naar de ideale wereld. En in die ideale wereld hoort natuurlijk ook een gast. Ze boekt dichterlijke successen, groot en klein. Oh, wat zou ik graag Delphine Lecomte willen zijn. Kom er gezellig bij, Delphine Lecomte! Ja, dit is het meest kwetterende nummer van dit seizoen. Dat kan ik nu al, dat kan ik nu al met zekerheid zeggen. Fijn dat je er bent. Dank je. Welkom, Delphine. Eindelijk. Eindelijk een keer poëzie in die ideale wereld. Oei. Dat werd tijd. Je verwacht van mij dat ik het niveau ga optillen. Sowieso. Sowieso. Eigenlijk tot nu toe alles waar je geweest bent, daar is het niveau toch een beetje opgetild. Toch? Regionale televisie. Regionale televisie. maar ook de slimste mens, waar de meeste mensen jou nu inmiddels van kennen. Daar is iets wonderlijks gebeurd. Jij hebt daar een aantal fantastische passages gehad. Je zit ook in de finale weken. Maar jij bent sindsdien BF geworden. Hè? Bekend fenomeen. Wat is het zotste wat je tot nu toe al hebt meegemaakt? Goh, ik krijg nu elke dag 6 mails in plaats van 2. Nee, er was wel iemand die bij mij de Bijbel wilde herschrijven. Maar huwelijksaanzoeken ook, tot mijn grote verbijstering. En de asielkat die naar mij genoemd is. Ah, ja. Oh, dat is heel goed. Echt. Maar zaten er tussen die huwelijksaanzoeken nog potentiële huwelijkskandidaten ook? Maar je kan niet... Ik kan niet op alles ingaan natuurlijk. Nee. Hoe graag ik ook zo. Er zitten maar 24 uur in een dag, hè? Ja, precies. Maar wel getwijfeld zie ik aan je. Toch? Iedere keer opnieuw. Ja, iedere keer opnieuw. Nou ja, kijk, in die zin is het wel een relevante en actuele vraag. Want ja, kerstmis komt eraan. De vraag is, hoe gaan wij dat vieren? Ik neem aan dat jij op dit moment een partner hebt met wie je kerst gaat vieren. Mm-hmm. Ja? Ja. En hoe ga je dat doen? Weet je dat al? Hij met drank, ik zonder drank. Dat is een goede oplossing. Hij met skampies. Skampie, ik zonder skampie. Ja, je kan niet tegen skampie? Ja. Nee? Nee. Wat gebeurt er dan als jij skampie eet? Ik vind dat een rare textuur. Ja, hè? Ik moet dat altijd uitspuwen in mijn kerstserviet. Dat is niet hoe een kerst er zo uit moet zien. Nee. Dan beginnen ze het liedjes te draaien en dan moet je zwaaien met je servetten. En dan vliegen de restjes uitgespuwde skampie. Maar ja, nu is het. Maar dit klinkt nu al als een kerstfeest waar ik bij zou willen zijn. Dus ik weet niet hoe ik in jouw bubbel geraak. Maar ik moet daarbij zijn, Delphine. Kom op. Oké. Ja. Nee, ik las vandaag in de krant dat 8% van de Vlamingen zegt, doe mij maar carte blanche met kerst. Maar jij hoort bij die 92% die zegt, doe mij maar gewoon kroketjes en vooral geen scampies. Ja, maar je mag wel gewoon op straat zitten. Op straat zitten mag, ja. Nee, dat mag. Ja, maar daar kreeg je in de eerste lockdown nog wel eens een boete voor. Maar tegenwoordig... Nu mag het. Ja. Maar goed, ik heb één keer jou ontmoet bij de slimste mensen. Hoe vertelde je al dat je niet iemand bent die sowieso graag buiten komt. Dus nee, maar dat heb je toen verteld. Dus binnen zitten in een kleine bubbel, dat is wel iets wat jij bij wijze van spreken alle dagen van het jaar... Ja, ik had gekozen voor het dichterschap in de hoop dat ik dan nooit meer naar buiten zou moeten komen. En dan bleek dat ik moest voordragen. Maar ja, dat is dan in de bibliotheek van Erpenmeer, alleen voor een paar knikkenbollende senioren. Dus dat was nog wel... dat kon ik nog net Dat klinkt aan. Als een lekkere avond. Ja. Dat is wat wij in het vak een lekkere avond noemen. En nu krijg ik heel veel wilde uitnodigingen. Ja? Maar ik heb ook al dingen afgeslagen. Zoals? Mag ik dat hier zeggen? Dat is wat ik eigenlijk heel graag wil horen, ja. Het rad. Sorry, Peter van der Ver. Ja. Het ligt niet aan jou. Nou, ook wel een beetje. Jawel, nou, maar je weet niet meer wat je aan hem hebt. Tegenwoordig natuurlijk, hè, die Peter. Hè? Maar goed, letters ronddraaien in het Rad van Fortuin, dat doe je niet. Nee, maar het is, ik wil ook geen circusdier worden.
Ja, dat is een hele serieuze, belangrijke taak hoor, op televisie, Delphine. Wil toch een zekere integriteit bewaren. Ja. Maar dit, ja, dit is net slim genoeg. Dit? Oh, je bedoelt dit programma? Ja. Ja, maar dit wordt niet uitgezonden. Ja. Er zit ook geen publiek. Wij doen dit puur voor onszelf, Delphine. We wilden jou zo graag nog een keer bij ons hebben. Maar goed, je doet een aantal dingen wel, een aantal dingen niet. Maar we kunnen er niet omheen dat jij een bekend iemand geworden bent. We komen ook niet alleen in de kerstdagen, maar ook in de goede doeldagen. Zijn we al vaak veel mee bezig geweest in dit programma. Je moet je ergens ook committeren als BV. Heb jij al een doel gekozen waarvan je zegt, nou, daar wil ik uiteindelijk het uithangbord voor worden? Ik ben wel meter geworden van een school. Maar ik dacht, dat is genoeg als ik mijn naam geef aan die school. Maar nu blijkt dat ik schoolraden ga moeten bijwonen. Moet je weer de deur uit? Weer engagement. Ja. Nou ja, laat ik je dan een kleine tip geven. Ik heb dat zelf niet gedaan, maar je ziet wel het een en ander voorbij komen. We leven in coronatijd. Mensen komen weinig buiten. Mensen doen weinig aan beweging. Dus daarom heeft de overheid gezegd, wij moeten de mensen meer in beweging krijgen. Axel Dazeler, jou wel bekend. Die is op de fiets gesprongen om ons, Vlamingen, uit te leggen hoe belangrijk bewegen en fiets is. Laten we even kijken. Het is een poëtische man, hè, die Axel, hè? Poëtisch, ja. Ja. Dat moet niet durven zeggen. Nou ja, ik heb wel. Ja, ja, ik heb het zojuist gedaan. Ja. Ja, ja, ja. Het is een poëtische man. Wij weten wel dat jij je wel zorgen maakt om eenzame mensen. Dat heb je wel eens op de een of andere manier uitgesproken. Dat is wel een zorg die jij hebt, toch? Maar ja, ik heb altijd nog sympathie gehad voor verschoppelingen. En omdat ik zelf ook lang een verschoppeling me gevoeld heb. Dus ja, ja. Nou ja, en dat is in die zin actueel. Dat in deze tweede lockdown hebben mensen echt volle overgave gezegd. Dit is veel zwaarder dan de eerste keer. Hier lijkt echt geen einde aan te komen. Heb jij iets tegen die mensen te zeggen? Of heb jij een boodschap die je de wereld in kan gooien wat dat betreft? Een boodschap, omarm de ellendigheid en nee, maar ik meen dat, ja, het hoort ook wel bij het leven en lees eens een boek. Ja, maar dat is een goede tip, ja. Lees eens een boek gewoon om te ontsnappen. Ja, ja. Moby Dick. Moby Dick? Bijvoorbeeld. En waarom dat boek dan? Ja, dat was nu het eerste wat in mijn hoofd kwam. Ja, maar kijk, Delphine, jij lacht erom, maar er zijn niet zo heel veel mensen op deze wereld die, ja, Moby Dick vooraan hun hersenen hebben zitten. Dus dat betekent toch dat dat boek iets betekent. Ja, ik heb er wel eigenlijk mee geworsteld. Het is vrij langdradig, maar het loont wel de moeite van door te zetten. Maar jij raadt de mensen nu eigenlijk aan, omarm je eigen ellende en lees een boek waar niet door te komen is. Dat is eigenlijk jouw tip aan de verschoppelingen der aarde. Ja, zo klinkt het niet zo. Nee. Maar ik vertaal wat je zojuist gezegd hebt. Ja goed, iemand die zich ook over eenzaamheid heeft gebogen is Christophe Haddad. Wie kent hem niet? Het is een, veel mensen. Dat is een acteur. Thuisacteur, soapacteur. Heeft ook in Familie gespeeld. En in de Nederlandse soap. Van alle markten thuis. En hij heeft gedacht, eenzaamheid oké. Okay, maar even niet onze eenzaamheid, maar de eenzaamheid van de vluchtelingenkinderen. Ja. Want die zijn ook eenzaam. Het is ook een eenzaamheid, ja. Ja. En hij heeft netjes toestemming gevraagd aan de oorspronkelijke maker van het nummer, Zo Verdomd Alleen, Herman van Veen. En die heeft zijn zegen gegeven. Laten we even een stukje gaan kijken. Christophe, gelukkig zitten wij hier nog. Verschoppelingen der aarde samen in de ideale wereld. Dat is mooi. Er was ander nieuws waarvan we dachten, ja, maar dat moeten we ook met Delphine bespreken. Want daar vindt jij vast ook iets van. Of je gaat er gewoon heel hard om lachen, zoals je tot nu toe eigenlijk bij ieder nieuwtje hebt gedaan. Maar er is een hondje doodgestoken. Oh. Dat is niet grappig. Nee, dat is niet grappig. Nee, is niet grappig. Dat is niet grappig. Rechts is het hondje, links is het baasje. Ik zeg het maar voor de zekerheid, want je weet het nooit zeker. Arme man, Christophe heet hij. En het hondje heette Dribbel. Ken je het verhaal? Ja, ik ken het. Je hebt zelf ook een hondje, toch? Twee hondjes. Twee hondjes. Ja.
En er is een jogger geweest die een mesje bij zich had. Waarom? Nou ja, dat weet ik wel trouwens, omdat hij af en toe inheemse plantjes ziet. En zeldzame plantjes en die dan probeert af te snijden. Dat is een goede reden om een mesje bij je te hebben, toch? Ja. Heeft hij dat gezegd? Ja, dat is zo. Dat zijn de feiten. We moeten eerst de feiten doen en daarna doen we onze opinie, uiteraard. Maar hij had een mesje bij zich. Toen kwam er een hond, een Dribbel, en die viel hem aan. Hoe dat precies gegaan is, dat weten we niet. Maar hij heeft zelf het woord aanval gebruikt. En toen heeft hij gestoken met het mesje Dribbel dood. Ja, heftig wel. Ja, behoorlijk kwaadaardig. Oké, ja, begrijp dat het misschien irritant kan zijn. Dat er voortdurend honden naar je scheenbeen hangen. Als jogger, maar dan een klein schopje in het flankje, of een kan toch ook? Ja, maar zou het zo kunnen zijn, Delphine, nu we toch bezig zijn, dat het ook echt daadwerkelijk een aanval van de Dribbel in kwestie zou kunnen zijn? Maar ja, natuurlijk mag je niet op het uiterlijk afgaan, maar Dribbel ziet er wel aanbiddelijk uit, echt heel schattig. Ik ben helemaal vertederd. Ik zou gek worden van verdriet, mocht ik zoiets tegenkomen. Ja, met mijn hondje. Ja, hoe heten jouw hondjes? Bernard en Zora. Dus die blijven rustig maar binnen, bij jou. Ja, maar ik ben ook een van die slechte hondeneigenaars die ze los laat lopen. En, Wat voor type hond hebben we het over? Zora is dus een naakthond. Een naakthond? Met redelijk veel haar. Ja. En Bernard is een klein, schattig bastaardhondje. Oké. Ja. Maar als je die een schokje in de flank geeft, dan liggen ze wel onver, toch? Ja. Bernard en zo, oké. Nou goed, de man in kwestie die het gedaan heeft, heet A.V. uit Nokeren, zo moet je dat zeggen, want het is een verdachte van een moord, ook een hond. A.V. uit Nokeren, hij is 43 jaar. En A.V. uit Nokeren is dan weer gedoxed. Die heeft te maken met doxing, D-O-X-I-N-G. En dat is dat mensen, dat is ook iets van deze tijd, zijn adres gepubliceerd hebben, zijn woonplaats, zijn andere gegevens, waardoor die man compleet wordt lastiggevallen. Afschuwelijk, ja. Heel dat vigilante gedoe van komen gaan veroordeelde pedofielen opzoeken en lastigvallen. Daar wou ik van. Ja, nee. Maar hij was geen pedofiel. Althans, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar laten we erop houden dat hij niet van kleine hondjes houdt. Dus dan zal hij ook wel niet van kleine kinderen houden, denk ik. Maar ander soort doxing dus, is dit. Ja, iemand pesten, met de dood bedreigen als een werkgever. Het is verschrikkelijk. Hij is popot niet, hè? Hij is popot niet, nee. Hij komt uit Lokeren. Maar het is wel zo dat advocaat voor de duivel zijn er nu. Dat mensen natuurlijk toch, zeker in deze tijd, een enorme woede met zich meedragen. Gefrustreerd zijn. En dan is het natuurlijk wel lekker ook dat er zo'n man is die dan zo'n hondje neersteekt. Dat je dan daarop kunt projecteren, al die woede. Ja. Maar ja, nee. Ik zou het dan eerder liever projecteren op mensen zoals in de voorgaande rubriek die van die... onder het mom van geëngageerdheid en warmte van die melige coronamisbaksels op ons afsturen. Richt je woede daar op die mens. Okay. Op die kwalen. Oké. En als je iemand met de dood bedreigt, doe dan tenminste de goeie. Want Angelo van der Kastelen, die zien we hier achter mij, dat is ook een jogger. Dat is hem dus niet. Dat is dus niet de AV uit Lokeren. Maar hij heeft wel dezelfde initialen en hij jogt. Heel hard, zoals we zien. En die krijgt dan ook weer allemaal haatberichten. Omdat mensen denken dat hij de AV uit Lokeren is. Nou ja, dat is dom, hè? Dat is dom. Hij is AVDC. Ja. Ja. Gewoon, puur taalpuristisch heb je helemaal gelijk. Dit is AVDC. Ja. Dus als je hem haatberichten stuurt, doe dat niet over hondje Dribbel. Doe het over zijn outfit of iets anders. Maar niet over dat hondje. Daar kan hij helemaal niks aan doen. Maar goed, conclusie over hondje Dribbel. Nooit gaan joggen met een mes op zak, toch eigenlijk? Ja, nee. Dat gewoon niet meer doen. En niet mensen doxen. Het is niet alleen onder mensen enorm heftig geweest. Er heerst natuurlijk veel ongeloof en verdriet. Maar ook de honden zitten in een rouwfase.